De iPhone applicatie Mailbox maakt van je Gmail account een takenlijst. Het is niet de eerste app die dat doet, maar wel de eerste app die er bekendheid mee vergaart. De gedachte van Mailbox is dat je je gehele inbox archiveert en vervolgens elk nieuw mailtje als een aparte to-do behandelt. Trek een mail in de inbox naar rechts en je vinkt hem af. Hij wordt dan gearchiveerd. Trek een mail helemaal naar rechts en je verwijdert hem meteen. Een herinnering zetten in een mail gaat ook simpel. Je trekt er een mail in het overzicht voor naar links en met een menu geef je aan wanneer je een herinnering wil. Naast de handmatige tijd kan je ook kiezen voor een dagdeel, maar daarbij kiest de app zelf een moment. Trek een mail helemaal naar links en je voegt hem toe aan een zelfgemaakte lijst. Je hebt drie tabbladen in mailbox. De middelste ontvangt je en toont nieuwe mails. Het vinkje rechts begeleidt je naar je gearchiveerde mails en met de klok links zie je mails waar je een herinnering voor hebt gezet om ze later te doen. Mailbox is een nieuwe manier van mail gebruiken waar je even aan moet wennen. Het uitgangspunt is altijd een lege mailbox. Als je nooit een lege mailbox hebt gehad, helpt de app je daarbij. Je kan je gehele inbox makkelijk archiveren met filters. Zo kan je ervoor kiezen de hele inbox te wissen behalve je gesterde mails of behalve je ongelezen mails. Handig! Mailbox werkt met filters vanuit Gmail zelf. Zo kan je in mailbox verwerkte mails in de Gmail app terugvinden onder apart aangemaakte labels. Met de zoekfunctie vind je gearchiveerde mails ook terug. De samenwerking met Gmail is verder niet optimaal. Je kan mails niet handmatig voorzien van labels en ook is het onmogelijk om meerdere items tegelijk te selecteren. Dat maakt de app bewerkelijk als je veel mail ontvangt. Maar het principe van mailbox werkt, zeker in een app die zo snel en doordacht is en adequaat nieuwe mailberichten en herinneringen pusht. Het is heerlijk en misschien wel verslavend om naar een lege mailbox toe te werken.